Vandaag in de vlog. Eten, drinken, bedje, zon, jij. Ik hoef nergens mee. Heerlijk. En toen ineens hapte er een vis in mijn wond. Ik krijg van die floppies. Oh shit, ik kom in die kappen, jongens. Strandbal. Dus, ze herkenden. Perfect te zitten, want waarschijnlijk lig ik zo weer in de zee. Het is vandaag donderdag en we hebben eigenlijk even een dagje vrij. Ja, het klinkt misschien... Ja, het werd tijd. Ik denk misschien raar, maar we hebben toch wel eigenlijk iedere dag, iedere door de weekse dag gewerkt. Best wel lang en productief, maar vandaag even niet. We gaan namelijk naar een strandje dat Bonnie heeft gevonden. Het ziet er op de foto's echt heel mooi en bijzonder en paradijselijk uit. Dus één ding wat een klein beetje spannend maakt. Bij alle reviews staat, voor de bedjes moet je er op tijd bij zijn. Wat is op tijd? Het is nu 9:30 of zo. Ik denk dat dat best vroeg is op een doordeweekse dag. En er stond ook dat er verder vooral Grieken komen. Nou, die moeten allemaal werken. Dus ik hoop dat we op tijd zijn voor een bedje, want het is wel een kiezelstrand. Dus dat is misschien iets minder lekker om op je handdoek op te liggen, maar ach. Dat kan ook nog. En ja, het schijnt gewoon heel erg mooi te zijn. En er zit een restaurant in de buurt. En je kan ook nog snacks via een soort kabelbaan bestellen. Hi. Oh. De eigenaar van het huis is er met een kat die hier vroeger ooit woonde. Oh. I brought you... Oh, great. I brought you this. I think it will be useful for yes. you. Yes, certainly. Yeah. Hey. So this is Pepper. Yeah, this is the son of Cincinnati. And what is pretty because they are... Oh, she was just here. She's always here. 10 minutes ago. And that's it. This is the father. Yeah. Wilde Kai is the father van deze. Kom eens. Die een beetje loopprobleem heeft. So how long has it been since she's been here? This one, 7 years. And this one's 2 years. Three years. And... unfortunately, 1 month ago, his two legs were paralyzed. Yeah. Yes, but since then, okay, the vet and everyone told us, perhaps too, that it's something that has no cure. And it would be better if we put it to sleep. But yeah. I wanted to give him a chance. And now you see, he started to walk again. Oh, ja. Ik weet niet of je het kon verstaan, maar dit is dus een van de kittens die hier ooit is opgegroeid. Toen kreeg hij last van zijn benen en nu is de eigenaar van het huis, die is hem thuis aan proberen te laten revalideren. En nu ging hij vandaag even, ja, mocht hij weer even terug hier zijn. Zijn vader weer zien en zijn vriendjes weer zien. Maar nu is hij ontsnapt. Goed, hij kan heel slecht lopen met zijn achterbenen, zoals je zag misschien. Dus erg ver zal hij toch niet komen. Maar misschien dus sowieso wel goed om te weten, want veel mensen hebben allerlei vragen over de katten en wel of niet voeren. En deze man, Spierels, die komt dus om de dag de katten die hier wonen voeren. En dat is ook een beetje hoe de katten in ieder geval op Sakintos volgens mij overleven. Gewoon, ze zijn eigenlijk van niemand, maar ze horen wel bij... Yeah? Huh? We'll let you know if yes, you see yes, it. Yes, yeah. Thank you. And I will leave you the cage. Maar goed, dus katten die hier wonen zijn gewoon van zichzelf. Maar Spierels komt bijvoorbeeld dus hier om de dag alle katten eten geven. En soms komt er eentje bij, soms loopt er eentje weg. Hij is aan ze gehecht, maar hij is niet... Ja, toch op een andere manier dan ik aan katten ben gehecht. Hij heeft ook wel gezegd van ja, toen had die katten had een nestje. Ja, die zijn allemaal dood. Ja. Dat zou ik zelf niet zo luchtig kunnen zeggen. Maar ja, dat is gewoon de harde natuur hier. Maar het zijn dus niet echt wilde straatkatten of zo. Ze worden gewoon verzorgd. Ze krijgen ook medicijnen. Ze zijn ontwormd. Hij smeert vlooienspul op ze. Hij geeft ze dus medicijnen als ze ziek zijn. En dat geldt denk ik eigenlijk voor heel veel katten hier op het eiland. Dat die eigenlijk, ze hebben niet echt een vast baasje of een vast huis. Maar het zijn ook niet volledig wilde katten. Laten we naar Zandvoort gaan. Stress.
worden gewoon net ingehaald door een andere auto. Ik weet gewoon zeker dat zij het laatste bedje hebben. Oh, er zit achter een olijfoliewagen. Oh. Klein, hè? Aaibare strandpoes. Ben jij lief poesje? Kom hier. Kom hier op schoot. Schat. Oh, misschien dat je zo lief zou zijn. Kom maar mee. Kom nu een kwad. Ik ga gewoon mee. Kom maar mee, we gaan naar het strand. De kabelbaan. Ja, hier zit dan iemand, denk ik. Oh. Jongen, wel een beetje spijt dat ik niet alles uit de auto heb meegenomen. Dat is een flinke klim. Dat is wel een klim, ja. Nou, het is gelukt. We zitten. We hebben een bedje. Het is een heel mooi plekje. Het heet de Silver Beach. Niet zeggen. Nee, grapje. Het is echt een hidden gem. Silver Beach, het zou naar rotte eieren ruiken, naar zwavel, maar... Nee, ik ruik niks, nee. Er waren in de reviews ook mensen die het heerlijk naar zwavel vonden ruiken. Ja, het is prachtig. Ik denk wel dat... Ik zie iedereen met waterschoenen. Ik denk wel dat dat met een reden is, want ik zie er allemaal rotsen in het water. Je kunt daar dus eten en drinken bestellen. WC, auto staat geparkeerd. Eten, drinken, bedjes, zon, schaduw, jij. Ik hoef nergens mee. Heerlijk. We gaan proberen te zwemmen. Filmen. Oh, we gaan proberen te zwemmen. Het water is koud. Ook gelijk best wel diep. En hier zijn veel rotsen. Bonnie gaat even voor met de watercrocs. Ja, maar wel platform, dus ik ga wel mijn enkels. Oh, schat. Great barrier. We hebben geen snorkels nodig, we kunnen het gewoon zien. Het is veel kouder dan toen jij 's avonds in de zee ging. Ja. Zo voelt het wel, ja. Zo, dit water is echt koud. Kijk, dit is ons strandje. Het is behoorlijk druk geworden. Op zich is het wel leuk om even een beetje mensen te kijken. Voorzichtig! Het is wel leuk om even wat mensen te kijken, maar ik voel me ook een klein beetje opgepropt. En een beetje bekeken ook. Woe! Het werd in één keer heel diep. Wil je van me aftellen? 3, 2, 1, go! Jezus, wat koud. 3, 2, 1. Oh. Hier kan ik niet meer staan. Echt niet? Nee. Oh, wat grappig dat het hier zo diep wordt. Terwijl daar, waar, zeg maar, waar we vaak zitten, daar duurt het echt kilometers voordat het diep wordt. Ja. Dat is echt wel lekker. Alleen, is het zo koud. Oh, die moly. Ja, ik ben nu wel gewend. Echt? Alsof we in ijswater zwemmen. Ijswater. Oh ja, het gaat al. Ja, hè? Zo lekker. Ik hoop wel dat het heel heet wordt, dan is het lekker verkoelend. Zijn er nou hier visjes en zo? Ja, ik denk het wel. Huh? Zijn ze lang? Moet je bij jou foto maken met je kaart? Ja, zo even doen. Kan die ook niet meer staan? Oh, ik ga even terug naar een rots. Oh ja, ik sta op een rots. Oeh, wel een heel zachte rots. Great Barrier Reef. Oeh. Ah, wat geprikt of zo door iets. Echt?
In je been? Ja. Dat is niet fijn. Kijk, ik zwem even een klein stukje. Oeh. Ik film dus nu met mijn zonnebril voor de duidelijkheid. Dat is waarom het beeld ook verticaal is af en toe. Ik kan natuurlijk niet met mijn camera uit de zee in. Ik vind dit al een beetje riskant. Maar kijk. Ja, kijk, het strandje is druk. Dat is Bonnie. Het strandje is druk, maar de zee is weer helemaal leeg. Het is toch wel heel mooi. En ook een beetje eng. Ik word gebeten in mijn been door een visje. Je bil? Dan zwemmen hier kleine visjes. Maar ze doen het pas als ik wat langer stilsta. Gebeten. Oh, die er al was? Ja, misschien dacht hij. Die had gestoten? Nee, die vis dacht, oh lekker. Geen bedoel meer, heb je je wond niet gestoten ergens? Oh nee, ik zag echt een visje wegzwemmen. Oh, ja, dat is wel. Zo. Lekker hè? Niet eens via het kabelbaantje. Nee, ik stond daar, ik dacht, neem het mee. Wat heerlijk, wat is het? Vers geperste sinaasappelsap. Nee. Een rietje. Lekker gekleurcoördineerd ook. Die moeten we nog even uitverpakken. Ja. Oh, met mijn jurk. Ja, ja inderdaad. Dan gaan we weer met ze weg. Huh? We zijn net begonnen. Oh, even mijn telefoon mee. Als ik verdwaal. Think we're number 9? Don't worry, I know where. Oh, okay, good. Two times the Freddo Cappuccino. Two Freddo Cappuccino. And the Greek vegetarian sandwich, please. And the... Club sandwich tuna. Thank you very okay. much. Perfect. So it's 24 euro altogether, please. Do I pay cash with you? Whatever you prefer. Oh, card? Yeah? All right. What's your name? Bram. Bram? Yeah. Stathis. Nice to meet you. I bring you the. Yeah, great. Thank you. Het eten besteld. Nu klim ik even naar boven. Voor het toilet. Oh, deze trap. En dan komt het eten straks met het kabelbaantje naar beneden. Ongelooflijk. Zo! Dat is een flinke sandwich. Nou, voor 5 euro. Dat is toch niet normaal? Nee. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee, inderdaad. Wordt daar vers gebakken in die caravan. Jezus. Ja, je hebt zo lekker een box. Ja? Ik heb er al ingekeken. Oh. Ik ben benieuwd naar mijn box. Er stonden 2 mensen voor mij in de rij. Toen kwam de ene... Nou, heel... Ja, bij de wc. Toen kwam in één keer de zus aanlopen. Toen kwam in één keer de oma aanlopen. Maar er gingen er ook gingen allemaal voor mij in die wc. Een jongen was zo knap dat ik helemaal soort afgeleid raakte en toen stapte ik met mijn voet in de zee met mijn schoen. Echt? En wij, ja. Waar is hij nu? Daar. Jezus. Ja, best wel. Of heel hip. Jongen, ik krijg zo'n raar mondje. Ja, hiermee ga ik die jongen niet aan de haak slaan. Nee, ik doe snel. Daar zit er nog in. Krijg van die floppies. Oh shit, er komen die kappen jongens. Misschien zijn het broers, misschien zijn het lovers. We hebben echt niet
Welkom. Bonnie heeft net drankjes besteld. Dan worden ze boven in het mandje gedaan. Dan gaat hij aan de trappers draaien. En dan komt hij. Wat een systeem. Zo, het gaat best hard trouwens. Echt leuk. Tada. Sex on the beach, on the beach. Niet nog seks. Toch. Oh. Hier loopt hij ook een beetje zo schuin. Het echt voelt dat je eraf valt, vind ik. Stond ik helemaal zo buiten adem bij die balie. Dan mag ik naar de wc. Can we put the trash in there? Yes? Thank you. It was very good. Food was very good, drinks were very good. Beach was amazing. So. Zo, ik ben weer lekker thuis. Nou, thuis in ons fantastische huis. Het is iets van 6 uur of zo, dus het werd ook wel een beetje tijd om te gaan. Ik moest echt even wennen aan de drukte, ja. In het begin best leuk dat zo... Oh, ik kan maar eens even een beetje mensen kijken. Net zoals als wanneer je op het terras zit of zo. Dat je zo allemaal mensen ziet langskomen. Maar het waren bijna alleen maar Nederlanders. We waren echt omringd door Nederlanders. Ik had ook een gesprekje met die jongen van het kabelbaantje van de restaurantje. Die zei ook, ja, komen hier bijna alleen maar Nederlanders. Hij vertelde nog over een... Hoe heet die Nederlandse acteur? Hij vertelde, ja, ik ben bevriend met beroemde Nederlandse mensen... Die komen ieder jaar hier en dan komen ze strand op en dan willen alle Nederlanders met ze op de foto. Uiteindelijk was het erg lekker. Ik heb zo lekker gezwommen. Echt helemaal zo om die rots heen gezwommen en het water was koud. Maar ja, als je eenmaal door was, was het prima te doen. Het was heel heet, maar we zaten lekker onder ons parasolletje. Dus uiteindelijk zaten we er echt super lekker. Ja, vond ik het echt heel, heel leuk juist om al die mensen te observeren. Maar ik vond het wel veel moeilijker om me echt te ontspannen. Ik heb eigenlijk de hele tijd zo'n beetje zo om me heen zitten kijken. Dus ik heb geen woord gelezen uit mijn boek. Het was een heel mooi strandje. Maar ik zou de volgende keer liever naar een iets rustiger strandje gaan. Is misschien iets minder mooi en is er geen kabelbaantje met eten en drinken. Ja, dat was wel echt heel luxe. Het was ook nog eens heel goedkoop. Ik zou het wel aanraden om een keertje een dagje naartoe te gaan. Misschien moet je dus echt vroeg komen. Of heel laat komen, want ik denk vanaf 5 uur werd het wel weer iets rustiger. Toen hebben we nog even boodschappen gedaan. En nu zit ik eventjes af te koelen in de airco in mijn slaapkamer. Want het was buiten, volgens één zo'n temperatuurding, was het 27 graden. Bonnie? Ja, Bonnie. Ik bedoel... Bonnie! Ik kreeg een heel leuke comment vandaag van iemand die Grieks kan. En die heeft vertaald wat onze buurvrouw tegen ons zei. Onze vorige buurvrouw. Oh. Waar ik steeds ook frustrerende gesprekken mee had. Ja. En dat was wel leuk. Wienkuppers. Ze vraagt waar je vandaan komt. Ze heeft 2 katten. En ik versta jou niet, zegt ze. Dat was wederzijds. Van 2 katten had ik volgens mij begrepen. Yeah. Iets met Kitty en Gata, Gata. En dan iets met 23. Ze zegt, heet dat zo? Ikostria. 23. Oh. En ik zeg, 23. Ik kan niks verzinnen met 23. Dan zegt ze, oh, ik heb het ontcijferd. Ze zegt, was je hier ook in 23? Oh. Dan zegt het Edo, hier. Dus, ze herkent... Eindelijk iemand. Yes. Katarina heeft me herkend. Of wat ons goed. Herkend. Ja. Oh, ze denkt eerst dat wij Frans zijn. Oh my god, kijk onze outfit. Gisteren had ik allebei wit aan.
Als rijden we nog even terug. Ja. You recognize me. Ja. Ja, en nog een paar handige woorden. Kalamaki is rietje. Handig voor mij. Maar kamaki is versiertoer. Dus die moet je niet door elkaar halen. Oké. Okay. Klittenband. Kratja kroetja. En plonzen in water is platja plutja. Nou, we hebben flink geplatja plutjaat vandaag. Voor iedereen die mee heeft geleefd met het verhaal van de strandbal, die ineens was ontsnapt. Daar is ook nog een vervolg van gekomen. Dat heb je een stukje van in mijn vlog gezien en een stukje in Bonnie's vlog. Maar nu was ik gewoon random een ommetje aan het maken in de tuin. Heerlijk dat dat kan. Wat zie ik daar ineens helemaal in de hoek liggen? De strandbal! Ja, kom maar kijken. Toch weer op weg naar de zee. Ja, uit het zwembad gekropen. Verzin je toch niet? Kom maar hier. Hij wilde gewoon over de muur naar de zee. Ik breng hem gewoon terug naar het zwembad. Kijken waar hij morgen weer terecht komt. Zo'n lieve poes gezien vandaag bij het strand. Hij wilde eigenlijk wel mee. Toen we weggingen, ging hij ook precies achter de auto zitten. Ik heb hem echt nog moeten weglokken, zodat we niet over hem heen reden. Ja. Ja. Bijna net zo lief als jij. Oh, dus. Wat is jouw tip voor vandaag? Oh, ben ik een beetje overdressed voor de tip en top. Ja, ik ben helemaal een chillpak. Ja, ik wist niet dat de dresscode chill was. Iedereen mag doen wat hij wil. Leef hoe jij wil. Dat is toch jouw motto? Auw! Nee? Bitch, buiten. Oh, bitch. Gelijk zo net nog je bestie. Ja, dan kan je wat met jou, maar ik ga niet meer rijden. Het is tijd voor de tegenvaller en de meevaller van de dag. Mijn tegenvaller was... dat ik iets heb gepast. Zo, hallo! Hij hoeft niet kapot, hè? Godsamme. Bram! Ik kan niemand anders meer horen als we geen microfoon meer hebben. Doei! Ik heb iets gepast in een kledingwinkel. Wij waren aan het zwemmen. En toen zag ik een man. Echt gewoon een hele oude, grote man. Die had een neongele zwembroek aan. En ineens dacht ik... ik wil dat ook. Dus ik zei tegen Bram, oh, dat is wel echt cool. Gewoon zo'n neon bikini zou ik wel willen. Dus toen liepen wij langs een winkel waar ze ook kleding hadden. Toen ging ik even bij de bikinis kijken, maar die waren allemaal heel flat. En toen hing er dus een neongele zwembroek, precies zoals die man die ik in de zee zag. Daar heeft hij hem gekocht, denk ik. Misschien wel. En toen zei ik tegen Bram, van, kan ik die niet leuk passen en dan gewoon als een soort korte broek dragen? En toen heb ik hem gepast op de wc van de winkel, want de paskamers werden verbouwd. En toen kon ik natuurlijk niks zien. Dus toen kwam je even kijken. Nou, je mag die foto wel even in beeld laten zien. Okay. Ja, ik dacht wel echt, ja, dit is het net niet. Net niet. Het was een tegenvaller. Het scheelde erg weinig. Nou ja, ik zou het wel echt leuk vinden om een bikini of een short in die kleur te hebben. Ja, het zou je ook bijzonder goed staan. En wat was jouw tegenvaller? Nou, wij waren daar heerlijk aan het zwemmen op het... paradijselijke strandje. En toen ineens hapte er een vis in mijn wond. Ja, bijzonder. Zeg maar, ik had dus al een wond op mijn enkel. Ik weet niet waarvan. Van zijn slippers, ja, zegt hij. Die slippers raken die enkel helemaal niet aan. Dat denk ik, maar dat kan eigenlijk niet. Dus maar toen hapte die vis gewoon in die wond. Toen kwam er gewoon bloed uit. Ik was er gewoon lekker vredelievend aan het zwemmen. Zielig. Ik deed niemand kwaad. Nee. Nou, misschien was ik op zijn huis gaan staan. Ja. Ik was wel op veel koraal... gaan staan of zoiets. De Great Barrier Reef noemden we het ook wel. Ja, dat viel behoorlijk tegen. Snap ik. Was niet fijn. Maar heb je ook nog een meevaller? Zeker. Ik heb er twee. Eerste is die hele lieve kroelpoes.
Die vond ik zo lief. Oh, ik heb bijna nooit zo'n lieve poes gezien. Zo. Ja, was heel cute. En het andere was eigenlijk de drankjes van vandaag. Oh. Want we hebben eigenlijk 3 keer iets te drinken gehaald op het strand. 3? Ja, dus eerst de verse jus d'orange. Oh ja. Toen de Freddo cappuccino. Oh, en bij elke dag, kijk mij nou met een ijscappuccino op het strand. En toen nog een wijntje. Ja, nou, dat was echt luxe hoor. Echt zo genieten. Ja, je hebt wel eens, soms zo bij een zwembad heb je wel eens een kantine of zo. Maar dat ze het komen brengen naar je strandbedje. Met een mandje, ja. Door de lucht. Het was echt ook nog een heel aardige man. Ja, en wat was jouw meevaller? Dit gaat nog niet zo goed, hè? Ik doe wel echt mijn best. Ik zag er ook een comment over. Ja. Ik doe echt mijn best. Ik heb het idee bedoelt, dat ik het heel goed doe. Ik doe echt mijn best. Oh, ja. Nou, mijn meevaller gaat eigenlijk ook over het strandje. Het gaat over hoe blij jij werd van dat het ons gelukt is om dat bedje te bemachtigen. Oh, ja, dat is ook wel echt mijn meevaller, ja. En eigenlijk heb ik nog het meest genoten van hoe jij genoot van dat er later nog allemaal mensen kwamen die dan geen bedje meer krijgen. Ja, ze zijn vol, te laat. Oh, te laat. Ik had gewoon echt het gevoel van, oh, we hebben echt goed ons best gedaan, lekker vroeg daarheen gegaan. Ja. Nou, om 11 uur had je geen bedje meer. Nee, ja, ik heb er erg van genoten. Ik hoop dat jij hebt genoten van deze vlog. Morgen ben ik er gewoon weer. Kijk. Doei. Die was wel knapper. Ja, maar deze is wel liever, vind ik hoor. Ja? Auw. Krapt in mijn tiet. Heel lief, ja. Oh.